Met de e-Actros 300, een volledig elektrische Mercedes bakwagen, enkele bakwagen, laat vermogen tonnetje of 8 en een bereik van volgens opgave 300 kilometer. Ik heb er al eerder mee gereden, het is prettige nieuwe kennismaking. Ja, het is vooral fluisterstil. Stil. Wat dat betreft hoef je er niet echt aan te wennen. Een van de dingen die je moet leren als chauffeur op een elektrische truck, dat is dat je gebruik moet maken van je remenergie. En dat kan ook deze hendel hier, dat is wat we kennen als de motorrem. Die heeft verschillende standjes. Ik zet hem nu op het hoogste standje, standje 5. En dat betekent eigenlijk dat je het rempedaal gewoon niet nodig hebt. Als ik van het gas af ga, gaat hij vertragen. Dat betekent ook dat je eigenlijk het nieuwe rijden op die manier een beetje moet afleren. Want dat ging juist om uitrollen. En hier wil je juist die remenergie recupereren, zoals het heet. En opnieuw in je accu stoppen om daarmee je bereik te vergroten. Dus het is even een omschakeling, zeg maar. Ik denk dat het ook handig is dat chauffeurs op dit soort elektrische trucks eerst op zijn minst een dagje instructie krijgen voor al deze prachtige nieuwe techniek. E-Actros. Je kan je tas dan hier neerzetten, maar je mag hem ook hier neerzetten. En dan ben je hem ook keurig netjes kwijt. Dan is er ook nog een opbergvakje hier middenin. En dat is goed afsluitbaar, zoals het hoort bij een auto in deze klasse.